Nou, en dan is het 17 en dan overlijdt er aan het eind van het jaar een zus. Kanker. Breda Nu. Swim to fight cancer. Als iemand daar reden voor heeft, is het Rien Molleman. En ik mag Rien zeggen, maar je hebt een respectabele leeftijd van... 73. Ja, dat zou je toch niet zeggen? Nee, dank je. En hier aan het oefenen om te gaan zwemmen. Maar dat is niet voor niks, Rien, want nee. Je hebt een aangrijpend verhaal. Ja, dat klopt. Ik werd zelf in 2015, in november, getroffen door kanker. Ja, heftig. Ja, je lacht erbij, maar dat is natuurlijk heel heftig. Nou, dat lacht niet. Ik probeer mijn emotie te bedwingen. Ja, want het komt binnen. En ik kreeg op 11 november van 15 het slechte nieuws dat ik longkanker had. En ik lag op 18 november in het ziekenhuis voor mijn eerste chemo's. En ik heb vanaf 18 november 9 chemokuren gehad en 35 bestralingen. En ik was op 5 januari was ik klaar met mijn behandelingen. Van 16. En toen ben ik de winter in gegaan. En ik hoorde in juli 17 dat ik schoon was. En ja, dan heb je zoiets van poeh, ik ben schoon. Ik ben nog niet kankervrij, want ja, dat duurt een aantal jaren. Nou, en dan is het 17. En dan overlijdt er aan het eind van het jaar een zus. Kanker. Ja, we hebben de afgelopen jaren ontzettend veel ziektegevallen met familieleden die kanker gehad hebben. En tot overmaat van ramp, 5 april jongstleden, kreeg mijn vrouw te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Met kanker. Ongelooflijk, Rien. Ja, en dat is verschrikkelijk. Dat komt binnen, dat met z'n tweeën. Ik schoon, heel fijn, heel blij. Altijd blij. Nou, en mijn vrouw Ineke ongeneeslijk ziek met uitzaaiingen en alleen nog te behandelen met rekkende chemokuren. Ze heeft er volgende week vrijdag, 28 juni, krijgt ze Q4. En daarna hopen we over te gaan naar immuuntherapie. En dan hopen we nog dat het aanslaat en dat ze nog even nog hier mag zijn, want... Beter wordt ze niet. Ja. En daar ga jij voor zwemmen? En daar ga ik voor zwemmen. En dat kwam binnen op een moment dat ik dacht van wat kun je terug doen? Wat kun je... Hè, je bent zelf schoon. En mijn vrouw ziek. De dag voordat mijn vrouw het slechte nieuws kreeg... stonden we op de uitvaart van mijn jongste broer in Nieuw-Vennep. Kanker. Overleden. Ja... Dan heb ik zoiets van, en nu, wat wil ik? Ik wil wat terug doen, Alpe d'Huez, dat ging niet, dat is niet goed, dat lukt niet. Ja, toen kwam mijn dochter uit Engeland, die verhuist binnenkort naar Nederland, voorgoed. De kinderen gaan naar de internationale school en ik fiets naar die school. En ik zie op de deur van die school een poster hangen. Over dit verhaal. Swim to fight cancer. Ik denk, dat is het. Ik heb me opgegeven. Zonder enig benul van waar begin ik aan. Want ja, waar begin je aan? 2 kilometer zwemmen en je conditie en dit. Nou, en ik heb er alleen maar zin in. En ik heb er respect voor. Ik vind het gewoon fantastisch om het te doen. En ik ga het halen ook. En ik, mijn omgeving is blij en mijn kleinkinderen die komen naar Nederland. Prachtig. Breda Nu.